En dat is van Sophie. Sophie, wil je misschien ook even bij komen staan? Sorry, ik gooi jullie een beetje voor de vlog. Maar dit werk van Sophie mag ook niet getoond worden. En ik denk toch dat het een goede introductie is op waar we nu zijn en wat we aan het maken zijn. Want er is zoveel mooi, liefdevol werk van Sophie wat ze gemaakt heeft. Het ene is, ja, als je kijkt naar het zwart-wit beeld hier in de gang. De tekening van Sophie, hoe ontzettend mooi, bewust en goed getekend het is. Dit werk denk ik ook, ja, weet jij waarom het gecanceld werd? Het had te maken met de doelgroep van de mensen die hier komt en dat ze dat te aanstootgevend zouden vinden. Zij zegt, ik zie hier vooral een liefdevolle kant erin, maar ik denk dat de mensen van die doelgroep die hier naar kijken, dat ze iets anders zien dan. Maar dat is de interpretatie van iemand die veto gaf vanuit de Witte Vlinder. Waarvan we niet weten wie het is. Ja. Ja. Dus het is een soort van gedachtegoed van iemand hier die zegt: dit kan niet, want voor de doelgroep. Ik vind het ook wel heel erg bloot, hoor. Ja, dit is bloot. Je ziet een borst en de vrouw is prachtig mooi zwanger. Weet je. Ik heb wel bloot gemaakt, hoor. Ik bedoel, ik heb mijn handen weer gemaakt. Ik wil het zeggen, dit wordt niet veel gebruik gemaakt. Weet je, en dan is dit iets getekend en liefdevols en moois en gaat het over partnerschap en liefde en zwanger zijn met een toekomst, met een familie en dan word je gecanceld. Maar je mag gewoon met een kind van 4 plaatsen op hetzelfde masturbeert. Ja. Op school, ja. Ja, je komt op de derbis, je ziet gewoon een penis in de vorm van een knuffel. Ja. Letterlijk. Ja. Dat je denkt, joh, doe het. Maar het heeft puur te maken denk ik, met, laat ik maar bijna zeggen, een van de beste klanten hier. Die al jaren hier zitten, elke week of 2 keer in de week. Gewoon, en dat is wel met een reden. Ja, ik snap het wel, maar toch. Jawel, maar dat is kunst ook, hè? Wat van Sven hier hangt, ja. Daar zit hij ook een kerk op zondag. En daar is ook heel hevig op tegen geageerd, zeg maar. Dat dit dat werd een duizend. Ja. Dat was oké. Okay. Ja. Het heeft ja, maar ik vind het, weet je, prima, weet je, ik had zoiets van, nou, oké, okay, ik ga niet eens in discussie, ik vind het best. Nee. Want ik ben ook al lang blij dat we hier hangen en ik vind het prima, maar ik vond het wel opmerkelijk. Maar ik wil alleen maar zeggen dat dat een reden is die gewoon heel laag niet zeg maar. Ja, het was totaal niet persoonlijk, nee maar zo heb ik hem ook zeker niet opgevat, alleen ik, simpele reden gewoon. Het is, nou ja, maar goed, dan is het dus van. Even doen. Naakt is dus blijkbaar een grens. Ja, daar gaat ja, het dus om. Maar, ja. Weet je, wat ja, mag dat? Wat is toch? Ja, maar weet ik niet. Ik weet het niet. Nee, ik weet het niet. Ja, 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 het is nu wel deze tijd. Oh, sorry, ik wist het niet. Ja, ja, ja. En niet, want je hebt toch ook ja, daar mag het opeens wel en dan gaan ze op hun hondjes ook doen. Ja, dat is niet meer. Nee, mag ook niet meer, mag ook niet meer. De carnaval in de Rotterdam was toch ook, moest ook... Carnaval, maar het is de Pride is ook al niet meer, nee, iedereen was gekleed. Nee, maar je had ook geen hoe heet het, aan het strand, topless. Dus dat is ook niet. Ja, dat zie je bij mij. Nee. Heel erg. De verbreuzing. Ja, maar het gekke is, in combinatie met agressie, dan is het vaak ineens wel weer oké. Okay. Ja, en dat vind ik dus een beetje vaak, dus dat wij het ook accepteren dat het zo is, dat het dan maar gecensureerd moet, vind ik natuurlijk niet oké. Okay. Dus wij zeggen van ja, dit is een gecensureerde beeld, weet je wel, zie je het, ja, want, hallo hé. Weet je wel, nou goed, we gaan naar. Ja. Ik had hem